Ja, eerder zagen we al dat Cornald Maas zich natuurlijk uitsprak... positief uiteraard over de cultuur in actie marathon die we aan het houden zijn. Nou, nu zojuist ook Rob Jette die hier gisteren te gast was... en gelukkig ook met een stevig pleidooi. Hopen we natuurlijk ook dat zijn eigen minister, Ingrid van Engelshoven... wat met iets meer passie, iets meer energie, iets vloeiender ook over die cultuursector gaat praten... dat er toch... pak Mark Rutte bij zijn ballen, wou ik zeggen. Dat niet letterlijk, maar figuurlijk. En zorg dat er wat gebeurt, want anders schieten we geen vinger op, om het even netjes te zeggen. Gelukkig gaan wij hier wel gewoon gezellig verder, aan tafel namelijk. We hebben acteurs, zangeressen, mensen die instrumenten bespelen, allemaal die langskomen. Maar dat zijn allemaal mensen die natuurlijk vaak voor de schermen staan. En we hebben hier twee mensen aan tafel nu die achter de schermen staan, maar wel zeer belangrijke schakels zijn in die hele cultuurmachine die het eigenlijk is. Cilla en Marieke, wat fijn dat jullie er zijn. Dank. Allebei... Ja, u vertegenwoordigt een agentschap, hè? Zo kan ik dat zeggen. Ja. Om toch even, want dat klinkt natuurlijk vaag, agentschap, wat is dat dan? Maar dan is het ook een vraag, wie vertegenwoordig je dan? Laten we bij jou beginnen. Hoe heet je agentschap en wat voor grote namen kan je hier zo op tafel leggen? Ja, jeetje, dan moet ik dus een keuze maken. Nee, ik heb mijn eigen agentschap, TVC Agency. Ik vertegenwoordig zo'n 25 theatermakers, film, televisie, kleinkunstenaars. En een paar namen die ik zou kunnen noemen, is Ilse Warringa, natuurlijk bekend van de Luizenmoeder. Jentel en de Boer. Jonathan de Moor, Gien Vreken, Jip Smit, Lone van Roosendaal. Een heel breed scala aan verschillende fantastische acteurs en uitvoerende kunstenaars. Ik zie een trots iemand. Ja, ik ben heel trots. En er zijn heel veel dingen op tafel gelegd. Kan je er overheen? Oh, ja, zeker. Kijk, nou, kom maar op dan. Ik ben mede-eigenaar van Features Creative Management. En wij bestaan nu zo'n 28 jaar. En wij vertegenwoordigen ook schrijvers, regisseurs, componisten en heel veel acteurs. 100, zo zitten we om nabij. En dat zijn inderdaad leuke namen. Ja. Daar zijn we ook heel trots op. Ja. We vertegenwoordigen Gijs Scholte van Aschout, Peter Blok, Anne Drijver, Elise Schaap, Tycho Gernandt, Sanne Vogel. Maar ook Diederik van Rooij als regisseur. En nog hele mooie schrijvers, ook Allard Blom. Ja. Dus daar zijn we heel trots op. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Ook weer trots. Dat is heerlijk om te zien. De glimlach als het over de namen gaat. Dat is altijd mooi. En Marieke en ik zijn allebei bestuursleden van onze NAA. Van onze Nederlandse Agentenassociatie. Ah, oké. Okay, dus wij hebben ook een groep van 18 agentschappen die aangesloten zijn bij de NAA. En daarmee vertegenwoordigen we natuurlijk ook heel veel acteurs. En proberen we... met elkaar voor goede voorwaarden. Nou, ik wou net zeggen, dat is natuurlijk nu wel... je kan zeggen, waarom is dat nodig of zo? Maar in deze tijd is dat heel erg belangrijk, want dat moet heel erg gelobbyd worden, neem ik aan. Zeker. Wat hebben jullie dan geprobeerd? Nou, we hebben een beetje de taken verdeeld. Omdat er inderdaad ook gewoon het gewone werk gaat ook nog door. En daar inderdaad, bij de NAA doen we nog wel meer dingen. Maar in dit geval zijn we in verschillende clubjes beland. Ja. Cilla zit bij alle gesprekken van de Creatieve Coalitie. En die is hier ook al een paar keer voorbij gekomen, volgens mij. Ja. En ik ben gevraagd om... met een paar agenten ook mee te kijken met producenten om te kijken wat de protocollen die nu geschreven zijn voor op de filmsets eigenlijk vooral, te kijken wat dat betekent voor de acteurs. Dus daarover mee te denken en te kijken of we dat nog kunnen aanpassen, veranderen, te kijken wat de gevolgen daarvan zijn. Ja, want natuurlijk voor de schermen is het allemaal even heel erg rustig. Hè? Je ziet de acteurs... Op een bepaalde manier wel, maar het toneel, de Schouwburg, zeg maar, om het even plat te zeggen, is dicht. Dus daar kan je niks mee. Maar als je met protocollen in de weer moet, dat vergt wel de nodige werkzaamheden. Ja, gelukkig zijn dat inderdaad heel veel mensen die daar verstand van hebben. Ja. En zich ook hebben laten adviseren. Ja. En wij hebben uiteindelijk meegekeken, is het wel werkbaar? Ja. En daar hebben we hele goede gesprekken over met de NCP NAPA. Is het werkbaar? Ja. Producentenalliantie. Ja, absoluut. Maar het gaat heel veel meer kosten. En er komen ook wel andere gevolgen, zoals bijvoorbeeld een verzekering die niet meer voor pandemieën en virusgerelateerde ziektes nu meer geldt. Ja. Voor de cast of voor de mensen die te verzekeren zijn op een set. En het gaat sowieso meer kosten, omdat je al die protocollen die er nu zijn, als je die moet gaan volgen, dat gaat gewoon...
tijd kosten. En tijd is natuurlijk ook weer geld. En heb je, wat is een voorbeeld van zo'n protocol? Wat staat daar dan? Nou, eigenlijk wat hier ook geldt. Dus dat alles steeds schoongemaakt wordt. Ja. En dat je 1,5 meter van elkaar afblijft. Maar voor acteurs geldt het vooral, mogen ze minder dan 1,5 meter. Nou, dat mag nu. Ja. Maar ze mogen nog niet intieme scènes doen of vechtscènes, et cetera. Dus daar moet er nog naar gekeken worden. Mm-hmm. Ze moeten getest gaan worden. Ja. Nou ja, en op een filmset ben je gewoon gewend, in televisie ook, en trouwens in het theater ook, dus dat je allemaal door elkaar heen kan lopen en dat de een de kleding ingaat, de andere de pruiken, de ander weer met geluid. Ja. En dat moet nu allemaal op volgorde. Ja. Dus dat gaat meer tijd kosten, dus mensen moeten langer werken. Het is een hele maas aan voorzorgsmaatregelen die super belangrijk zijn, maar die wel ontzettend op het budget drukken. En die zijn al verminderd in de jaren. Maar daar konden we altijd wel goed mee omgaan. Maar als dit er. We hebben het over zo'n 30% aan meer kosten die er komen kijken. En dat is natuurlijk ontzettend veel geld. En gaat alleen maar ten koste van de kwaliteit van de productie. En ik wil zo meteen even, want je zei dat ze mogen wel meer contact maken, maar nog niet vechten en intieme. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst even van, wat zou dan, wat je zegt, 30% duurder wordt het eigenlijk, zo'n productie minstens? Ja. Ja, hoe ga je dat dan? Is dat nu, eigenlijk kijk je dan nu met een schuine oog naar de overheid van, goh, jullie moeten hier iets voor doen? Dat is natuurlijk zeker iets waar de overheid. Bedoel, de hele bedoeling van al deze maatregelen is dat sectoren overeind kunnen blijven. En dat geldt voor alle verschillende sectoren, dus ook voor de onze. We vertegenwoordigen nogal een grote groep mensen in de culturele sector. En dat betekent gewoon dat er qua verzekeringen, zoals Marieke zei, een garantiefonds moet komen. Een garantiefonds? Nou, een garantiefonds voor producties die zich niet meer kunnen verzekeren tegen de ziekte corona. Ja. En dat betekent dat als één acteur ook maar een verkoudheidsklacht heeft en thuis moet blijven, en terecht, dat de hele productie stil ligt. Nou, dat kost geld. Ja. En als je wil dat zoiets kan blijven voortbestaan, dan moet je snappen, of dan moeten we met z'n allen ervoor zorgen, dan moet de overheid er echt zijn best voor doen, om te zorgen dat, en het gaat over een garantiefonds van 10 miljoen, dat ze dat, zodat wij aan het werk kunnen blijven. En uiteindelijk wordt dat dan minder. Eigenlijk zeg je dus wat de verzekeringen nu loslaten, waarvan je ook kan zeggen van waarom verzeker je dan? Want je bent juist voor dat soort dingen soms juist verzekerd. Zeg je dat moet de overheid oppassen, garantiefonds, 10 miljoen euro. Nou ja, misschien kijken waar dat nog meer vandaan kan komen. Ja. Maar zeker, zei je daar. Maar hebben jullie dan, want jullie lobbyen ook vanuit waar jullie dan samen in zitten, is de politiek, krijg je gehoor? Hoor je iets van ze? Kun je ergens aankloppen? Of zeg je van, nou, dit zijn ze eigenlijk gewoon hartstikke doof? En ze zijn er eigenlijk niet mee bezig en denken daar niet over na. Over de infrastructuur die erachter moet komen. Volgens mij inmiddels wel. Ja. Ik heb daar. Wij zitten niet aan tafel erbij. Dus het is inderdaad weer. We horen het indirect. Maar volgens mij zijn daar goede gesprekken nu ook met Filmfonds en et cetera. Ja. En wat natuurlijk heel lastig is, is dat virus. Dat we dat gewoon allemaal niet goed weten. Dus hoe lang dit gaat duren en hoe lang die maatregelen nog nodig zijn, is ook allemaal afhankelijk van al ons gedrag en van al die dingen. Dus we moeten. Het is zo lastig om daar een plan op te maken. Dus je moet eigenlijk gewoon zorgen dat als je kan beginnen, en we kunnen nu beginnen, in bepaalde mate, dat dat ook echt kan. En dat je producenten, en dat geldt ook voor de vrije producenten en voor de in het theater, dat je zorgt dat er genoeg geld is om deze tijd te overbruggen. Ja. En met alle goede wil is dat heel erg lastig met het pakket wat er nu staat. En er is heel veel goeds gebeurd. Hè? Sommige acteurs zijn doorbetaald via de NOW of de TOZO. Maar dat is tot bijstand. Dat red je maar een paar maanden. En alle projecten, theaterprojecten, bijna allemaal zijn gecanceld. Tot in ieder geval tot volgend jaar. En daarom dus het is niet genoeg. Het is heel goed en snel opgezet. Maar het is net niet genoeg. Niet genoeg. En daarom zijn jullie ook om dat verhaal eigenlijk even te vertellen. En denk ik zo meteen ook om die handtekening te zetten. Maar heel even, je zegt van, er mag nu weer langzaam worden opgestart. Met die protocollen in acht nemend. En waarin je zegt, er mag niet gevochten worden. Nou, in principe is natuurlijk vechten nooit goed. Dus misschien, maar in een film is dat voor een verhaal soms heel belangrijk. Omdat dat wel gebeurt, om het geloofwaardig te houden. En je mag niet meer intiemen, dus mag niet meer gezoend worden, niet meer gevreden worden. Nog niet, hè? Nog niet. Dus we hopen dat dat inderdaad snel weer gaat. Ja. Okay. Maar in Duitsland? Precies, maar die hebben nu echt een heel systeem met testen. Ja. Dan moeten de acteurs een paar dagen van tevoren, voordat ze gaan draaien, getest worden. En op de set zelf nog. Ja. En daar zijn wij natuurlijk ook nu mee bezig om te kijken of dat mogelijk is. Ja. Want hoe ingewikkeld is het? Nu kan je, doe je dan, ik ben geen filmmaker, dus ik kan het gewoon zo heel bloot vragen. Ga je dan nu eerst alle scènes doen waar helemaal niet fysiek contact bij nodig is? Worden gewoon scènes ook herschreven?
herschreven. Dus je bent echt scripts aan het veranderen? Ja, veranderen. Ze gaan kijken inderdaad met bepaalde camerastand. Om te kijken dat je dan net doet of je wel dicht bij elkaar bent. En misschien net wel lijkt alsof je... Dus liefde zonder lichamelijkheid. Ja, misschien. Wat erg. Maar uiteindelijk zal dat We willen allemaal... niet over een jaar inderdaad allemaal films hebben waarin niemand meer zoomt. Nee, het mag ik net hopen, gelukkig. Ja. Dus het is iets tijdelijk, daar gaan we ook vanuit. Hopelijk komt er een vaccin, hopelijk kan er beter getest worden. Kunnen we die voorzorgsmaatregelen ook allemaal nemen. Maar het gaat om een tijdelijke overbrugging... totdat we weer echt meer kunnen en een beetje terug kunnen naar... Ik ben heel erg voor het tijdelijke abnormaal in plaats van het nieuwe normaal. Maar dat tijdelijke abnormaal, dat moeten we echt overbruggen. En daar is meer geld voor nodig. En zeker voor een sector die... ik denk in deze afgelopen 3 maanden... als je Spotify en Netflix en Videoland en de radio en tv op zwart had gezet... wat alles wat met cultuur te maken heeft... dan waren mensen gek geworden thuis. En dat... want dan had je geen liedje meer kunnen luisteren... geen boek meer kunnen openslaan. Dan had je niks meer kunnen doen om te ontspannen. En uiteindelijk is... wat wij ook doen, zo ontzettend belangrijk als je zo hard gewerkt hebt. Dat je kunt ontspannen thuis. En dat je even je gedachten kunt verzetten naar iets anders. Daarom is het ook zo van belang dat we wel kunnen zoenen en wel kunnen vechten in een film. Die houden we erin. Ik vind het zijn hele mooie afrondende woorden. We noteren meer geld, een overbrugsperiode. Protocollen die hopelijk op een gegeven moment versoepeld kunnen worden. Een garantiefonds. En dan mijn laatste vraag, die natuurlijk de rest, een belangrijke vraag. Namens hoeveel mensen gaan jullie een handtekening zetten? Wij doen het namens alle agentschappen die bij de NAA ook aanwezig zijn of lid zijn. En dat zijn er 18. En alle mensen die daar werken, dat zijn er 47. Kijk. Dus daar willen we graag voor tekenen. Te gek. Nou, ik zou zeggen, die zijn van harte welkom. Die zetten we op de teller erbij, 18 en 47. Voor de snelle rekenaar is dat 55? Nee. Alleen, het is alleen 48. 48, oh ja, oké. Okay. Ja. Ja, nee. Dan 48 mensen zetten we erbij. Het klopt ook niet wat ik zei, overigens. realiseer ik me nu. En we zetten die mensen erbij. Als jullie, jullie mogen naar de muur toe lopen. En ondertussen lees ik, en nog wat, ga je gang. Lees ik nog wat reacties voor. Van de mensen. Wat jullie zeiden. Anne bijvoorbeeld, die zegt... cultuur maakt het leven mooier. Nou, en dat is natuurlijk inclusief zoen- en vechtscènes. En Karin Geling zegt... cultuur is voeding voor de ziel en een basisbehoefte. Vooral nu. Nou, dat hebben we net ook gehoord. Netflix, als je dat uit zou zetten, zou het niet te doen zijn. Talette zegt nog, ook wel een mooie, geen cultuur, dat betekent geen ontwikkeling. Als je niet ontwikkelt, dan sta je stil en dat is natuurlijk rampzalig. En dan nog eentje om het af te leren, jongens. Toon Brummelhuis, cultuur is een vast onderdeel van ons leven. Althans, dat behoort het te zijn. Mag niet te gabbel worden gegooid. Nee, gabbelen doen we alleen in de gabbelton. Cultuur moet altijd op een voetstuk staan. En dat gaan we vandaag met het grootst en ook hoogst nodige plezier verder vieren.